Goedenavond allemaal. We zijn nu verder aan het kleuren in het mooie verjaardagskalenderboek. Dus nu zijn we bezig met de metallic kleuren. Ik heb je die ook nog niet voorgesteld. Dat zijn dus deze allemaal. En u ziet wat prachtige resultaten u daarmee krijgt. En als u dan zo'n beetje speelt, van licht naar donker, ja, is dat dus heel erg mooi. En dat zijn dus potloodjes. Ik heb er nog een paar van de Hema. Maar dat was heel vroeger. Want u gaat u nu zeker niet meer vinden. Maar ja, ik heb die nu nog in mijn bezit. Maar wat u wel gaat vinden, is de Pablo Carandas. En die kunt u dus los verkrijgen. En het is de Duwend Metallic. En die hebt u dus ook in verschillende kleurtjes, zoals je kunt zien. Blauw. Dan een mooie roosachtige. Ja, dat is er dan nog weer eentje van te nemen. Dat was ook een hele mooie. En ja, u ziet hier al de kleurtjes die er verkrijgbaar zijn. En ja, ik zal u daar eens één blaadje mee laten zien. Dat een soort vlammetje wordt. Zo gelijk ik hier gedaan heb. En dat is heel mooi. En ik geloof dat dit mijn tweede kleurtje, of het was iets rood. Het was dit, geloof ik, mijn tweede kleurtje. In ieder geval, u ziet dat het heel mooi is. En ja, die schrijven dus ook heel goed. Zacht, mooi. Ziet u dat groen? Ziet u dan iets minder goed? Maar als u er dan met het rode tegen gaat, ziet u, dan ziet u echt die vlam. Dus we gaan nog eventjes wat verder doen. Deze blaadje dan. En dan hebt u de groene in het midden. En de rode of roze opzij. En dan krijgt u dus werkelijk, ja, een mooi vlammetje. En u kunt ze gebruiken zoals u wilt, want ik heb die hier nog op verschillende andere tonen gebruikt. En het is allemaal even mooi. En daar kun je dus gemakkelijk een pagina met inkleuren. Je kunt het dan weer eens omdraaien. Dan daar weer de roze en dan hier weer de blauwe. Ziet u? En als u er dan zo wat echt in gaat, dan krijgt u zo dat vlam-effectje. Dat ik persoonlijk, dus ja,
heel mooi vind. Dus ja, u hebt ze dus in diverse kleurtjes. De prijs, daar ben ik nu momenteel niet zo goed van op de hoogte. Want die zijn al een hele tijd in mijn bezit. Maar wat ik u nog wel wil voorstellen, en dat vindt u dus maar alleen in de boekenwinkel. En ook hier in België, want ik woon in België, dus ik heb hem hier gekocht. En dat is de dus coloriage à zen. Maar dat zijn echte gepracht boeken. Want als ik me nu nog boeken aanschaf, dan ga ik me echt. En die bestaan altijd uit verschillende thema's. Je ziet, hier gaat het over dieren. Ja, het is een Frans boekje, maar ja, Les Animaux. Als u dat nu inkleurt, maakt dat niet zo een groot verschil. Of dat je titels nu in het Vlaams, kijk eens. Hoe prachtig. En hier gaat het dan weer Royal Hume. Dus ja, dat zijn dan de kastelen waar het hier over gaat. Dus de sprookjes, we beginnen dus heel simpel voor de kindjes. En dan gaan ze een graadje moeilijker. En dan gaan ze nog een graad moeilijker. En dan gaan ze nog een graad moeilijker. En het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker. Maar dat is juist zo fijn aan deze boekjes. Want kijk, als u dat moet inkleuren, moet u wel al een beetje met kleuren leren zo kunnen. En deze is dan hetzelfde principe. En dat zijn dan. Eens even terugzien, want dat interesseert me wel hoe dat geschreven is. Ah, dat zijn gewoon motieven. Dus ja, weer van gemakkelijk naar minder gemakkelijk. Heel mooi. U kunt daar dus met alle materialen werken. Met glitterpennen, want ik heb hier een glitterpennetjes gekocht. En dat is zo een beetje een speciaal. Dat zijn vier kleuren, dat zijn dus regenboogkleuren. Dat zijn vier kleuren op één pennetje. En die komen van de Zeeman voor maar 99 cent. Dus, en als u in zo'n kleurenboekje werkt, bijvoorbeeld voor deze pagina, ja, dan is dat dus ja, heel prachtig. Hè? En deze is over de winter. Ziet u de sjaaltjes en dan de ijsbeer. Magnifiek geïllustreerd. Ik heb al. Ja, nee, ik heb heel mooie boeken. En als mijn verjaardagskalender nu af gaat zijn, heb ik terug een beetje meer tijd om. En dat zijn dan ook acht kerstkaartjes die daarin staan. Ach, dat zeg ik. 12. Voor te versturen. Hè? Voor te versturen. Dus en dan kunt u dat zelf ook wat inkleuren. Op het een kunt u al wat meer inkleuren als op het andere. Ziet u? Maar u kunt daar dus ja een prachtig kaartje mee naar iemand sturen. Dat zijn dus allemaal sneeuwvlokjes. Dus ja, het gaat over de winter. En dat zijn bloemen. En ze beginnen altijd heel simpel. Dus u kunt uw weg daarin vinden.
En dan gaan we naar moeilijker. En het wordt steeds moeilijker. Daardoor heb ik ook zo van die boeken. Omdat ze werkelijk... Ja, allez, ze zijn iets prijzig. Allez, ja, 13 euro en een beetje. 10,90 euro maar. Ja. Ah, ik dacht 13 euro. Dan is het niet meer als een gewoon kleurboek. En, ja, allez, ze staan dus heel erg vol. En deze is dan over Rome, Venise. Dat gaat dus allemaal over Rome. En dat vind ik zo wel een beetje heel interessant aan die boekjes. Dat ze zo allemaal wat hun thema hebben. Dus er is zo voor ieder wat. Kijk eens. Hoe prachtig. Ja, ik ben er echt een klein beetje betoverd over die kleurboeken. En dat zijn dan weer de mandala's. Ook heel mooi. Mooie, dikke boekjes. Met mooi papier. En ze raden daar dus ook aan. Als je nu de Intens hebt. Ik zal eens één potloodje pakken. Als je nu de Intens hebt. En u werkt op een fijnere pagina. En dat zijn dus ja, hele mooie, vive kleuren. Dan raden ze ook aan van zo met het tipje van u, maar je moet dan wel een waterpenseeltje hebben. Met het tipje van je waterpenseel en dan gaan we eens even een kladbladje zoeken. Maar dat ligt, maar nee, oh, hier lagen ze. Ik heb dat verlicht omdat het altijd viel. Ziet u? Kijk wat een kleuren dat je hebt. En het is maar van een klein beetje met je penseel erover te gaan. En je kunt dat dan zo mooi inkleuren. Maar dat kunt u natuurlijk alleen met de Drewent Intens. En je hebt daar dus 72 kleurtjes in. Dus ja, u kunt daar met experimenteren. Kijk, dat is toch echt een nieuwe wereld. Ja, alleen ik zie dingen dat ik in andere kleurboeken nog nooit gezien heb. Zo prachtig. En dat is dan het einde van deze mooie boekje. Ze geven u dan ook nog wat tips. Kleuren, voorbeelden en tips. En de beste slijper die je kunt gebruiken. En dan ook weer een nieuwe kleurdoos die er op de markt gekomen is. Maar u moet dat natuurlijk allemaal niet volgen, hè. U doet wat uw budget u kan laten besteden. En dan hier ook maar voor €6,95. Kleur je kerst. Echt prachtig ook. Een mooi dik boekje. En dat is geïllustreerd door Maria Tamana. Ja. Maria Tamana. Dus je kunt daar dan ook... Hè, lezen, want ze vertelt dus ook een verhaal. En het staat er dus in het Vlaams ook in. Maar kijk eens. En dat kunt u dus met die Drewent-pencils en met deze fijn penseeltje kunt u dat inkleuren of met fineliners. En er zijn erbij die u met de gewone karandash kunt inkleuren. En met een Mario... ik kan er niet even niet op komen. Mario Raffini. Ja,
Daar kunt u die dus ook goed mee inkleuren. En dat zijn dus ook heel prachtige kleuren. En als u ze nog niet in uw bezit moest hebben, dat zijn dus 72 kleuren. En die kunt u vinden onder eBay Marco Raffini. En dan kunt u kiezen uit 12, 24, 36, 48 en 72 kleuren. Zie eens. Het heeft nu niks te maken met kerstmis, maar er staan hele mooie kerst. Je ziet, dat brengt dus geluk. Dat is een manoushka van Rusland dus. En ik hoop dat mij dat wat geluk kan brengen, want ik heb het wel een beetje nodig. Dus ja. Ja. Nee, ja. Heel prachtig. En nu met de kersttijd. Ziet u? Sinterklaas zijn schimmeltje, want het is eigenlijk geen paardje, het is een schimmeltje. En dan ja, mooie tassen, vogels, prachtige sterren. Allee. En dat heb ik dus ook in de boekenwinkel gevonden. Dit is echt een prachtige tekeningen. En als ik dan in mijn verjaardagsboek dat ik aan iemand cadeau ga doen, dan kan ik daar weer wat tijd in spenderen. Kijk, ja, dat is zo'n glazen bol met sneeuw in. Ja, allemaal even prachtig. We zijn er bijna. Dus ik zal ze u allemaal eventjes laten zien. Als je van kleuren houdt, of voor cadeau te doen eventueel, dan zullen ze wel graag, zie je het, en dan wordt er nog een klein woordje geschreven over de auteur, en dat is dus in het Vlaams. Dus ja, Marie Tamana. Ja, er zijn enorme vele mooie kleurboeken. Dus ja, dan nemen we onze kalender. Hè. Die ga ik dan laten zien als hij volledig af is. Nu laat ik u alleen maar eventjes de techniek zien van de glitterpennen. Dus ja, ik wens u verder nog veel tekengenot, prettige dagen nog. En tot ziens. Dag.